hoop niet dat de entree van Paul Jonk exemplarisch wordt voor Willem II vanavond. Want voordat hij de eerste graspiet onder zijn voet had, lag hij al op zijn gat. De aanvoerder van Willem II die terugkeert in de basis. Een van de twee wijzigingen die Fred Grim doorvoert. De andere positie die anders is dan vorige week in Heerenveen is de aanwezigheid van Gürkan Tsaklam. Hij vervangt Max Svensson. Laurens Gerrit is de scheidsrechter van dienst. Zijn tweede eredivisiepotje van dit seizoen. En het elftal van Kees van Wonderen heeft ten opzichte van het duel tegen Groningen 3 wijzigingen ondergaan. Bakker, Itzes en Berden in de basis. 2 geschorsten en 1 geblesseerde. Die zijn er dus niet bij Go Ahead. Cordoba, Kramer en Botos. Keulert. Knap werk van hem. Dan kan de Willem II aanval verder gaan. Over de rechterflank met Nunnely die Owusu aan zijn zijde heeft. Nunnely probeert het zelf. Haan neemt het zekere voor het onzekere. Probeert hem niet te klemmen. Het is geen sublieme redding. Maar die bal zit in ieder geval niet in. Nunnely begint aan een rush. Tsaklam. Dit is potentieel interessant. Als Tsaklam die bal eigenlijk mee had kunnen geven aan Keun. Besluit om zijn schiettechniek te etaleren. Tweede keer dat Willem II het probeert van een meter of 18. Owusu. 2 spelers van Go Ahead in zijn buurt. Dan is een hoekschop een fijne bijvang. Go Ahead Eagles incasseerde al 9 goals dit seizoen uit een spelervatting. Hier is dus wel wat te halen voor Willem II als ze Tsaklam trapt. Jensen net niet kan koppen. Keun legt hem nog een keer neer richting Sadiki. Kopt goed naar de grond, maar niet goed naar een hoek. Jong, Owusu. Go Ahead Eagles plooit weer terug. Keulert heeft hem voor zijn linker. Deze pakt Haan goed. Keun richting Keulert. Die komt goed naar de bal toe. Dat is al de volgende gelegenheid voor Willem II om de score te openen. Go Ahead Eagles heeft goed gekeken waar Willem II het zo moeilijk mee had vorige week tegen het team van Heerenveen. Een overbevolkte as. Zeer compact houden. Komt nu geel voor Jonk aan. Had hij Liedberg gevloerd. Itzes levert in bij Owusu. Vriet laat de vallen voor Tsaklam en dan had die hem mee kunnen geven aan Keulert. Die route werd afgesneden. Het gaat naar Keun en dat schot kust de lat. Het zit hem echt niet mee, Derek Keun. Nog geen goal gemaakt in het shirt van Willem II en al zo vaak lat of paal geraakt. Daar in het midden, Cuco Martina terug op de Nederlandse velden. Mag zich sinds vrijdag officieel speler van Go Ahead Eagles noemen. Vandaag al bij de selectie. Berden. Lucas is doorgelopen. 2 spelers van Go Ahead Eagles voor het doel. Maar ziet die bal daar maar een keer te krijgen. Hij houdt een hoekschop over. Nou, letten op het verdedigen van Ulrik Jensen. Dat ging tegen Heerenveen complete mist in. Dat ging tegen Sparta niet goed. Het leverde 2 tegentreffers op voor Willem II. De nummer 4 staat nu bij de spits van Go Ahead Eagles. Liedberg. Daar komt de corner. Itzes vrijgespeeld en van de lijn gehaald door Keulert. Die draagt geen handschoenen, maar gedraagt zich hier wel als doelman. Lange haal van Nauber. Hey.
werk. En daardoor uiteindelijk het schot van Lucassen. En zo komt Go Ahead Eagles op 1-0. Prima aanval van de bezoekers uit Deventer. En het allereerste Eredivisie doelpunt van Boyd Lucassen. Goed werk ook daar van de spits. Het is overigens Brouwers die hem klaarlegt voor Bedden. En Bedden legt hem voor de rechter van Lucassen. En wel een Reuter gezien. Sadiki. Zaklam kruipt daarvoor bij Itzes. En Itzes houdt blijkbaar vast. Je ziet aan de reactie van Zaklam dat hij hier ook verbaasd is dat de vrije trap voor Willem II is. Lukt het Willem II op deze manier om de wedstrijd wat betreft de Tilburgers open te wrikken? Haan met twee vuisten. Solide gekiept. Door al het effect. Die bal niet eens over de zijlijn. Zaklam. Jong, Keun. Zolang de bal hier is, kan het geen gevaar. Daar wel. Dan staat er altijd nog aan. Uitbraak, go ahead. Door het Mangoen. Deil. Schept hem richting Berden. En Berden vindt wel een Reuter op zijn weg. Er komt nog een corner. Daar zijn ze het bij Willem II dan weer niet mee eens. Maar goed, het besluit gevallen. Knap gedaan door Berden. Het lijkt erop dat die bal in ieder geval niet volledig over de lijn is. Keun. Die probeert daar Haan te verrassen en dat lukt nog bijna. Net op tijd wakker Haan. Ik weet niet eens of het de bedoeling was. Leverde wel gevaar op. Svensson. Licht getoucheerd. Vrije trap Willem II. Brengt in ieder geval leven in de brouwerij. Svensson. De man die de term Hawaii-voetbal introduceerde in Nederland. Verklaring, het gaat op en neer, net als de rokjes die daar gedragen worden. Hawaii. Aardige temperatuurverschil met nu. Zaklam achter de bal bij deze vrije trap voor Willem II. Op snelheid, op geluk hoopt hij iemand te vinden die daar dan tegenaan loopt. Maar dat geluk is al een aantal weken niet aan de zijde van Willem II. Bedden naar de kant gehaald en we krijgen het Eredivisie debuut van Zakaria Dachouri. Deed in het promotiejaar 12 keer mee vanaf de aftrap, 9 keer als invaller, scoorde niet in Dachouri. Dat is handig gedaan door Yeboah. In ieder geval verlost van één tegenstander. De volgende komt hij ook alweer tegen. En dan stapt Nauber uit. En kijk eens naar de reactie. Ja, dit is mooi. Als Chiellini en Bonucci zo reageren. Dan is het pracht en praal. Nu is het Gerrit Nauber. En ook hij is blij met een verdedigende actie. Tot de winterstop uit naar Ajax en AZ. Thuis nog tegen Cambuur en NEC. Dat is het programma voor Willem II.
Met hoeveel punten vangen ze dat aan? Roemeratu probeert het. Haan. Eenvoudig. Ze zijn er met veel Willem II op de helft van Go Ahead Eagles, maar zullen ze daarvan bibberen? Dat idee heb ik toch niet. Maar het kan wel altijd een keertje goed vallen. Dat gebeurt nu bijna. Martina keert terug in de Eredivisie. Na 952 dagen. En Edda Tjuri verlaat weer het veld. Oké. Dat is een bijzondere wissel. Laatste tellen tikken weg van deze editie. Willem II Go Ahead Eagles. Petje af voor Go Ahead Eagles. Dat wint in Tilburg. En de muts over het hoofd getrokken bij Willem II. Weer geen overwinning. 7 keer op rij niet in de Eredivisie. De winter is vroeg aanbeland in Tilburg. Bij Go Ahead Eagles zal het aanvoelen als zomer. Wat een wilde, wat een seizoen, wat een prestatie. 1-0 de overwinning dankzij Lucassen. Voor de 4e keer op rij uit. Niet verloren, dat gebeurde voor het laatst in 1995.